Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés. La vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Als jij een pitbull bent, wat voor soort hond is Anthony dan? Anthony is sowieso ook een pitbull, want we passen bij elkaar en hij heeft een doorzettingsvermogen van hier tot Tokio. Dus. En jij ook even blij met jouw danspartner? Ik ben hartstikke blij met Marissa, zeker. Ja. Ja, hier in de studio vinden ze het ook een mooi koppel, denk ik. Laten we eens kijken wat de jury vond van jullie prachtige moderne choreografie, Jan. Poepoe, wat een hoog niveau vanavond. Die eerste drie die knallen er tot nu toe af, want dit was ook echt weer geniaal. Heel erg mooi. Ja. Anthony, ik vind het zo leuk aan jou dat jij in iedere dans die jij hier hebt gedaan, laat jij iets van jezelf achter. Jij neemt in iedere dans neem jij een stukje Anthony en dat laat je zien. En dat heb je vanavond ook weer gedaan. Mede ook dankzij Isabel, weer een fantastisch stuk namelijk. Marissa, jij bent psychologiestudente eigenlijk. Je bent gewoon een hele slimme dame en je bent ook een hele slimme danseres. Je hebt zoveel geleerd hier, daar gaat deze show ook over, hè? Ontwikkeling. En jij bent daar een voorbeeld van, je hebt mij kippenvel bezorgd. Heel mooi. Evgenia. Ja, je hebt helemaal gelijk. En ik vind het zo leuk om te zien. Twee verrassingen van de show nu met elkaar en bij elkaar. Ja, nieuwe partnerschap, nieuwe kansen. Anthony, je hebt het zelf gezegd. Het gaat niet vanzelf bij jou. Maar het enige wat telt is het eindresultaat. En dat was wel goed. Marissa. Ja, had eigenlijk een hele moeilijke taak om Nina te vervangen. Jan heeft het gezegd, je bent slim. Je bent gewoon jezelf gebleven. Je hebt je eigen invulling gegeven aan de choreografie, aan de muziek, aan je partner. Ik vond het zo mooi. Dan. I'm trying to decide who deserves the most credit here. Marissa, Anthony or Isabel. You know, first of all, Isabel, you know, this was a different piece for you. This is different than your normal style, but that shows her ability to adapt to the dancers that she has. And for you guys, though, I don't want to take anything away. You adapted to her and obviously worked really well with her. You guys have done that with your partners, with every choreographer you have. Marissa, it's just another great performance from you, of course. And my man, Anthony, you're that guy that really had to fight to make it to the top 18. And even when you got here, we all talked before the first live show. Yeah, Anthony, we didn't expect you to go anywhere. Now, I don't expect you to go home anytime soon, man.
Marco. Ja, niet zoveel aan toe te voegen. Wat ik wel wil zeggen is van jullie zijn allebei echt pure dansers. Jullie waren eerlijk tegenover het gevoel en dat merk je. Ook hier in de studio, mensen waren muisstil en dan bereik je wat je moet bereiken met zo'n mooie dans. Marissa, je bent de vechter. Jij stond er naast Anthony, want het is niet makkelijk. Anthony is echt zo'n chameleon, die pakt alles op en die disappeert en die... Oh, ik word er helemaal stil van. Jij bent te fantastisch. Maar goed, ik vond het te vet.